Gebruik je eigen techniek om jezelf in een ontspannen bewustzijnstaat te brengen. Geef uitdrukking aan jouw intentie om deze bemiddeling te gebruiken om de grondwet van de Verenigde Staten van Amerika, zoals geschreven en bedoeld door de grondleggers, te herstellen en om het nieuwe era van het Aquarius-tijdperk in te luiden. De violette vlam aan vanuit zijn primaire bron om tijdens en na de meditatie een beschermende cirkel om je heen te creëren. Vragen om alles te transmuteren dat het licht niet dient.
stel je een kolom van hemelsblauw licht voor dat uitgaat van de kosmische centrale zon. En vervolgens wordt verspreid naar de centrale zonnen van alle sterrenstelsels in dit universum. Stel je dan voor dat dit licht door de galactische centrale zon binnenkomt, vervolgens door onze Melkweg gaat, en vervolgens door Pluto in Waterman gaat. Stel je nu voor dat dit licht door de zonsverduistering gaat en vervolgens door alle wezens op het oppervlak en onder het oppervlak. En door je lichaam naar het centrum van de aarde. Herhaal de volgende uitspraak 3 keer hardop, om Saint-Germain te vragen om te helpen met deze transformatie. In de naam van Ik Ben, die Ik Ben, van eeuwig licht, roep ik Saint-Germain aan. Saint-Germain, herstel en implementeer alsjeblieft de grondwet van de Verenigde Staten van Amerika, zoals geschreven en bedoeld door de Founding Fathers, volledig en leidt de aarde naar een nieuw tijdperk van het Aquarius-tijdperk.
in de naam van Ik Ben, de Ik Ben, van eeuwig licht, roep ik Saint-Germain aan. Saint-Germain, herstel en implementeer alsjeblieft de grondwet van de Verenigde Staten van Amerika, zoals geschreven en bedoeld door de Founding Fathers, volledig en leid de aarde naar een nieuw tijdperk van het Aquarius-tijdperk. In de naam van Ik Ben, de Ik Ben van eeuwig licht, roep ik Saint-Germain aan. Saint-Germain, herstel en implementeer alsjeblieft de grondwet van de Verenigde Staten van Amerika, zoals geschreven en bedoeld door de grondleggers volledig, en leidt de aarde naar een nieuw tijdperk van het Aquarius-tijdperk. Stel je nu voor dat de violette vlam alle duisternis in Amerika transformeert, totdat er alleen maar nog licht overblijft. Stel je voor dat de violette vlam verder beweegt en de hele planeet bedekt en alle duisternis op aarde transformeert.
stel je de volledige openbaarmaking van de mondiale kliek en het buitenaardse leven in de massamedia voor. Stel je voor dat de grondwet van de Verenigde Staten van Amerika volledig ten uitvoer wordt gelegd. Stel je nu een nieuwe, grote, kosmische cyclus voor van het begin van het Waterman-tijdperk die puur licht, liefde en geluk brengt voor alle wezens op aarde. Overwinning van het licht.